Goedenavond, dames en heren. Van de zomer brengt de Tros 14 showprogramma's onder de titel Zomer 75, waarin u vele bekende artiesten kunt ontmoeten. U zult de favorieten zien uit ons eigen bekende landje en u zult ook favorieten zien uit het buitenland. We gaan vanavond beginnen met een naam die u ongetwijfeld allemaal kent, Ben Kramer. We hebben vanavond hier in ons midden de man die het programma gemaakt heeft, Bert van Reenen. Bij u hoogstwaarschijnlijk beter bekend als Giel Montagne, de presentator van Op Losse Groeven. Giel, hartelijk welkom. Hartelijk welkom. We willen het vanavond uiteraard niet over Losse Groeven hebben, maar over Ben. We gaan zo dadelijk beginnen met een programma van hem. Jij hebt het gemaakt. Nou, hoe was het? Ik heb het gemaakt, is een groot woord. We hebben het met elkaar gemaakt. Fred Romeijn, Rob Lemaire. Onze grote vriend die het in elkaar gesneden heeft, Harre de Bruin, die een zeer belangrijke taak in het totaal heeft gehad. Want zo'n man is vreselijk voor de montage vreselijk belangrijk. De mensen van het licht, de mensen van het geluid, we hebben met elkaar er erg hard aan gewerkt. Het was voor jou de eerste keer hè, dat je een programma in die zin deed. Ja. Achter de schermen, laat ik het zo zeggen. Hoe was het? Was het moeilijk? Was het moeilijker dan je gedacht had? Viel het mee? Viel het tegen? Nou ja, je loopt natuurlijk al een tijdje mee in het vak, dus je hebt hier en daar al een beetje gekeken. Maar als je er zelf voor staat en je hebt zelf je ideeën op papier staan en in je hoofd en je gaat ze uitweken, dan kom je toch wel voor onverwachte complicaties. Ja, dat geloof ik. Hoe lang hebben jullie eraan gewerkt? We hebben 6 dagen gefilmd en we hebben in de afgelopen week 65 uur gemonteerd in 3 dagen. Dus we hebben erg lang doorgehaald. Aantrekken om alles nog op tijd klaar te krijgen. Ja, dat geloof ik. Ja. Hoe was de samenwerking met Ben? Uiteraard prettig, geloof ik. Dat is erg leuk geweest. We kennen hem allemaal. Ben en ook zijn vrouw, die treedt ook op in de special. Ja. Het is allemaal erg plezierig gegaan. Ja. We zijn op verschillende locaties geweest en we hebben allemaal erg ons best gedaan om er iets leuks van te maken. Nou, we zijn uiteraard zeer benieuwd. Dames en heren, we gaan nu zo'n kleine 30 minuten kijken naar Ben Kramer. En niet alleen Ben als zanger, maar ook Ben in de privésfeer thuis met vrouw en kindertjes. Ben Kramer. Hallo, dag lieve kinderen. Het is zo fijn om weer bij jullie te zijn. Zie de zon weer aan de hemel staan. Zullen wij vandaag naar buiten gaan? Vind je dat niet fijn? Ja! Dat dacht ik al. Ik heb een goed idee. Neem al je vriendjes mee. Dan gaan we naar de bossen toe. Daar kun je heerlijk spelen. Dan gaan we naar de speeltuin toe. Vanavond werken? Ja, hij moet naar mijn stage. Hoeveel kilometer is dat? Oh, ik dacht iets van 200. 200? Dacht, 200 terug? Hoe laat moet 400 moeten... kilometer hoor, die moet rijden vanavond. Hoe laat moet die beginnen? Nou, ik denk 1:30.
En is hij thuis? Nou, misschien nu of 12:30. Ja. Ga jij niet mee? Rij jij niet terug? Nee joh, ik kan niet elke avond weer gaan met de kinderen. Nee. Ja, je oppas? Of kan je? Nee, ik kan niet elke avond doen, trouwens. Ik heb genoeg te doen hier. Ja, ja. Nou, ik vind hem wel rot hoor. Want verleden week vertelde me dat hij 700 kilometer had gereden. Nou, dat vind ik wel een beetje te veel, hè? Op één dag. Ja, dat is wel een beetje overdreven natuurlijk. Maar ja, daar gaan we veranderingen in brengen. Minder? Ja, ja dat... Is toch een haalbaar kaart? Nee, is het ook niet. Hij heeft toch een deel van leven zo. Nee, dat is te gek hoor, echt waar. Hey, hallo. Hey, hè? Kom je ernaar? Hey, ze zijn hier onze boven. Ja. Zijn wij gewoon... Moet je niks anders aantrekken? Ja, we gaan wel terug naar huis. Je bent al thuis. Laat ik even wat anders aan, joh. Ja, Ben, dat vind ik nou ook. Ja. Oh, oké. Geen gezicht. Oké. Ik heb Ben voor het eerst ontmoet in, ik dacht, mei 1968 in Rotterdam. Daar speelde hij op een avond met zijn orkest. En ik was daar met het orkest van John Christel. En toen kwam zijn broer, meen ik, vragen of Ben even met het orkest van John Christel mocht zingen in die grote zaal. Nou, hebben we natuurlijk direct gedaan, vonden we leuk. En toen werd ik eigenlijk direct getroffen door zijn stem die, wat wij dan noemen, mannelijk is en zuiver en had een goede opvatting om te zingen. Hé, hey, we gaan even beginnen, hè? Hé, hey, denk je om de afstand van de microfoon? Oké, komt-ie. Refrein, hè? Misschien, maar jij komt nooit te laat. Barbara, het gaat alleen om jou. Barbara, verrukkelijke vrouw. Hey, we gaan hem even opnemen nu, hè? Een stukje ingezongen. We hebben een contract gemaakt toen. Hij heeft toen een proefband gemaakt met Rinus Vergalen, de piano, vergeet het nooit. The Green Green Grass of Home, dat kende Rinus niet, dat vergeet ik ook nooit. En even kijken, toen hebben we gewoon gewacht. Ik dacht wel bijna een half jaar met de eerste opname, omdat we gewoon overtuigd waren dat we een goed stuk moesten hebben. En ik was zo gelukkig om dat te vinden in Italië, dat is zij geworden. En dat was eigenlijk zijn eerste hitje. Hey Ben, op... Verrukkelijke vrouw, hè? Dat vrouw komt, is niet zo duidelijk. Dan moet je iets duidelijker articuleren. Verder hebben we toen veel steun gehad aan Ralf Inbar, die toen dat programma Fanclub had en veel vertrouwen had in Ben en zei, nou, iedere plaat die er van hem uitkomt, kom maar. En hij is ook prompt iedere maand daar geweest. Een klein stukje terug nog. Misschien, maar jij komt nooit te laat. Oké. Okay. Nu! Barbara, het gaat alleen om jou. Barbara, de rukkelijke vrouw. Ik gun het hem toch nog wel om eens een keer een goede doorbraak naar Duitsland of andere landen te maken. Denk aan de toekomst, dat zegt bijna iedereen. Het is goed bedoeld, maar gauw gezegd. Maar ik leef nu en voel me zonder jou alleen. Dat is wel dwaas, maar toch niet slecht. Barbara, het gaat alleen om jou. Barbara, verrukkelijke vrouw. Barbara, de zomer zonder jij. Die problemen heeft wel raar, maar hoe verklaar ik het mezelf? Ik kom te vroeg misschien, maar jij komt nooit te laat. Ik tel tot 10, maar ook tot 11. Barbara, het gaat alleen om jou. Barbara, verrukkelijke vrouw. Barbara, de zon.
zomerzon ben jij. Barbara, wanneer kom jij bij mij? Zekerheid is alles wat ik wil. Zonder jou is heel de wereld kil. Oh, Barbara, het zuiden dat ben jij. En dat blijft de mooiste streek voor mij. Yeah.